Potverdorie, gaan wij deze traditie dit jaar echt niet vieren. 2020, het jaar van corona. Komende tijd blikken we met verschillende mensen terug op het afgelopen jaar. Wat hield hen bezig en waar kijken ze weer naar uit? Dit is Terugblik 24. Ja, 2020 was voor ons de start, net als ieder jaar, met Prinsenbal. Waar wij op 4 of 5 januari even in mijn hoofd prins Pascal de Nurste uit hebben geroepen. Een prins die pas net weg was bij onze vereniging. Is jarenlang bestuurslid geweest en ook kledingman. Was redelijk verrassend, denk ik, in mei al. Voor binnen onze vereniging ook. En voor ons natuurlijk een uitdaging. Iemand die de weg al weet van hoe werkt het spelletje van vastelovend achter de schermen. En die toch op diverse mogelijke manieren te verrassen. Ja, en ik denk dat het... Dat het daar een opmaat was naar een fantastisch seizoen. Waarin dat we heel veel dingen gedaan hebben naar de normen, waarden en tradities van de vereniging met de geplaveide evenementen. Maar daar ben je ook zeker af en toe verrassend voor de dag zijn gekomen. En, waarbij dat we onverminderd in het seizoen ook geholpen werden door de weersomstandigheden natuurlijk. Dus hoogtepunten. Nou, voor mij hoort er persoonlijk altijd het Prinsenbal bij. Ook het uitroepen van de vastelovensvierder, dan zijn we eigenlijk weer op de laatste dag van de vastelovend. Ik denk toch wel de één na mooiste titel die je in een seizoen kan krijgen in mei al. Dat is elk jaar weer een hoogtepunt. Maar ook de bonte avond. Blijft toch een traditie die de langstzittende activiteit vanaf de oprichting van de vereniging. Waarin dat we de ene jaar eigenlijk een topeditie en het andere jaar iets minder. Maar afgelopen jaar was echt fantastisch. Dan hebben we heel veel mensen weer ontzettend het lachen gemaakt. Ja, even, haal ik er even een paar uit. Ja, ik denk dat... Dat is dan door mijn bril, maar ik denk als je Prins Pascal vraagt... dat het een grote rollercoaster was van hele gave momenten in het seizoen, ja. Ja, ik denk dat we met carnaval nog net aan de goede kant zaten. Dat was ook in februari. Ik kan me zelfs nog herinneren dat we een kroeg inliepen. En een van de jongens was in Italië geweest met een vrachtwagen. En er werd grappig even gedaan van blijf bij hem uit de buurt. En ja, meer als dat was het op dat moment niet. Dus er werden voorzichtig grapjes even gemaakt. Maar overal waar we kwamen was het vastelovend als vanouds. Overal vol, overal feest, polonaise, kort op elkaar. Dat is voor dat moment misschien ook maar goed geweest. Dat je dat onbezonnen viert. Achteraf is het in ieder geval in Brabant. En ik denk hier ook wel terug te herleiden dat daar toch wel het virus tot explosie gekomen is. Ja, dus eigenlijk met een vastelovend hebben we daar eigenlijk niks van mee, ja, in die zin niks van meegekregen, los wat nieuws. Nou ja, daarna dan, dan is ons seizoen eigenlijk voorbij. En dan raken wij als vereniging, los van evaluaties, gaan we even de luwte in. En in het begin dan komt corona en dan denk je dat duurt een paar weken. Is niet veel invloed op ons. Vervolgens gaan we richting de zomer. Ah, prima, merken we niet zoveel van. Maar ja, vervolgens gaan we over de zomer heen. En dan ga je de opmaat naar het nieuwe seizoen en dan ga je scenario's schrijven van wat als. En een van die scenario's, wat als corona niet voorbij is. En dan kom je bij scenario's. Ik denk ook dat iedere carnavalsvereniging, ook in mei al, dus ook een vereniging is die in de publieke belangstelling staat. We doen iets maatschappelijks op een groot platform in een korte periode. En dan heb je ook te voegen naar de omstandigheden die er zijn. Dus we hebben al vrij snel een scenario geschreven van ja... Als er nog corona is, wat kunnen we dan? Of wat kunnen we niet? Daarbij hebben we ook heel snel de dialoog gezocht met onze verenigingen in de gemeente Peelermaas. Want ik denk uiteindelijk, als je zo'n besluit neemt, dat je het ook met z'n allen moet doen. Het zou heel raar zijn als die kant Ospel, een andere gemeente, of aan die kant Beringen wel vastelovend viert en wij niet. Ja, dat kreeg je bijna niet uitgelegd. Dus wij zijn in september even in mijn hoofd met alle carnavalsverenigingen van Peelermaas bij elkaar geweest. Hebben we ook unaniem het besluit genomen. En ook in overleg met de burgemeester om voor dit jaar in ieder geval niet formeel vastelovend te gaan vieren. En dan gebeurt er wel heel veel. Dan heb je emotie en ratio. Emotie is natuurlijk, potverdorie, gaan wij deze traditie dit jaar echt niet vieren. En de ratio zegt gewoon, ja, zoals de vlag er nu bij hangt, is het gewoon kansloos om... zoveel mensen op zoveel momenten bij elkaar te brengen. En is denk ik voor nu helaas de conclusie dat hij wel de enigste juiste keuze is. En dat is wel waar we vandaag staan. En dan probeer ik nog te kijken van wat kan er wel.
En daarin hebben we natuurlijk een ideeënbox volgestopt. Maar waarbij de concrete plannen nog niet gepubliceerd zijn of nog niet in detail uitgewerkt. Want ik denk dat we mee moeten veren met hoe het virus zich ontwikkelt. En gaat dat eigenlijk de goede kant op en er komt ruimte, dan gaan we absoluut nog van ons laten horen. En gaat dat de andere kant op, dan denk ik ook dat we gewoon in de luwte moeten blijven zoals we het afgesproken hebben. Los van dat er wel momenten zijn waar je van jou kan laten horen. En, als vereniging zijn we daar achter de schermen druk mee doende. Om in ieder geval daar op de juiste manier een invulling te vinden. Om vaste loven in ieder geval niet zomaar voorbij te laten gaan. Maar ja, dat een hele andere invulling krijgt dan we gewend zijn, dat spreekt voor zich.